Welkom Danielle, fijn dat je er bent. Ja. Je bent arts voor het Follow Me-programma vanuit Amsterdam. Ja, dat klopt. Kun je vertellen, wat is het Follow Me-programma? Het Follow Me-programma is eigenlijk een nazorgprogramma voor kinderen met onder andere de ziekte van Hirschsprung en ook een aantal andere aangeboren aandoeningen. En het doel van het Follow Me-programma is om kinderen eigenlijk gedurende het opgroeien op vaste leeftijden terug te zien voor een uitgebreide controle. Zodat we eigenlijk meer invloeden van de ziekte van Hirschsprung op het opgroeien beter in beeld kunnen krijgen bij kinderen. En ook er als academisch ziekenhuis natuurlijk van kunnen leren. Dat doen we met een heel team van niet alleen kinderchirurgen, maar ook de fysiotherapeut, een psycholoog, de diëtisten. Zo allemaal zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen van Hirschsprung samen. Waardoor je zowel eigenlijk niet allemaal losse afspraken hoeft te hebben, maar in één keer kan komen als dat we eigenlijk breder kijken hoe gaat het nou met die kinderen tijdens het groot worden. En jullie hebben dan ook overleg, neem ik aan. Ja. Jullie overleggen ook, als de kinderarts iets constateert, overlegt hij dat met de rest van het team? Ja, dus wat we doen is, je hebt dan een polyochtend waarbij een kind afhankelijk van de leeftijd een bepaalde volgorde van afspraken heeft met specifieke zorgverleners. En altijd sluiten we de ochtend af met een multidisciplinair overleg, heet dat. En dat is eigenlijk een bespreking waar we met z'n allen bij elkaar zitten en één voor één de patiënten nog een keer doornemen en kijken of iemand nog aanvullingen of inzichten heeft om elkaar te helpen. En het leuke daarvan is eigenlijk dat je al heel snel merkt dat mensen elkaar sneller weten te vinden. Dus makkelijker samenwerken ook buiten de poli om. Ja. Maar ook dat je op dat moment dus een heel compleet samen nadenkt over zo'n kind. En dat is, vind ik heel waardevol aan Follow Me. Wat is jouw rol in het Follow Me programma? Ik heb eigenlijk een beetje twee rollen in het Follow Me-programma. Ik ben case manager voor het Follow Me-programma en dat betekent dat ik me bezighoud met de planning, het overzicht welke patiënten we op kunnen roepen en wie welke zorgverlener op welk moment nodig heeft. Daarbij leer ik ook een beetje van Marijke Voskel, ons verpleegkundig specialist, om bezig te zijn met stomazorg en spoelen en dat soort zaken. Zij is ook case manager en in die hoedanigheid loop ik ook met haar mee af en toe. Ja. Dat is de ene rol. En de andere rol is dat ik als onderzoeker, wetenschappelijk onderzoeker, ben verbonden aan Follow Me. Dus dat het ook aan mij is om uiteindelijk te gaan leren van al die informatie die we ook verzamelen op de poli. En daar wetenschappelijk ook wat van te gaan zeggen. En, Iets publiceren. Iets publiceren over, daarover. Over een paar jaar als er meer bekend is. Ja. Want zeker bij een zeldzame aandoening is het belangrijk om echt veel patiënten bij elkaar te verzamelen en patronen te leren herkennen. Dus dat Follow Me probeert niet alleen goed complete zorg te leveren aan een individu, maar ook meer te ontdekken over de ziekte als geheel. Door de hele groep te bekijken en te kijken wat zijn nou patronen en wat zijn uitzonderingen en wat kunnen we daarvan leren. Ja. Werken alle ziekenhuizen al met een Follow Me programma? Dat weet ik niet precies. Ik weet het natuurlijk van Amsterdam omdat ik daar betrokken bij ben. Maar ik merk wel dat het inzicht dat het goed is om multidisciplinair, dus met verschillende specialismen en zorgverleners samen te zitten, dat dringt wel steeds meer door. Omdat we gewoon uit de wetenschappelijke onderzoeken weten dat een kind met Hirschsprung ook op andere gebieden problemen kan ervaren. Of problemen klinkt dan heel zwaar, maar dat last kan hebben van zijn ziekte. Ja. Zoals hoe die in zijn vel zit, hoe het op school gaat. Maar ook hoe ouders het ervaren om de zorg voor het kind te hebben. En ook het ontwikkelen van de motorische ontwikkeling en de hersenontwikkeling. Ja. Ja. Wie werken er mee aan het Follow Me-programma? En hoeveel jaar gaat dit in beslag nemen? In principe is het de bedoeling dat het iets blijvends is. Want we vinden gewoon dat de nazorg op deze manier moet. Ook op volwassen leeftijd? Tot 17 jaar. Omdat het wel gaat echt om de kindergeneeskunde. En dus het opgroeien tot volwassenheid. Wat we wel beogen is om de overgang naar de volwassenzorg beter te organiseren. En dat kan makkelijker met
een follow me poly waar dan een volwassen chirurg bijvoorbeeld aan kan haken. Ja. Dus dat is wel de gedachte, maar we zijn op dit moment begonnen met de jongere kinderen. Dus dat is nu nog niet aan de orde, omdat de 17-jarigen op dit moment nog geen afspraken... Ze zijn nog geen 17. Ja. Ze zijn nog geen 17, nee. Inderdaad. Op dit moment zijn we een jaar bezig en hebben we vooral de jonge kinderen van een half jaar en een jaar geprobeerd allemaal op te roepen en te zien op de Follow Me Poly. En binnenkort hopen we ook uit te gaan breiden en de kinderen van 2 en 5 en 8 jaar uit te gaan nodigen voor een afspraak. Ja. En dan is het idee dat we dat blijvend zo doen, zodat uiteindelijk alle kinderen gewoon dat hele programma kunnen doorlopen. Met wel daarbij de gedachte dat we hebben dit nu begonnen, maar we willen het aldoende ook steeds blijven leren en aanpassen. Dus als blijkt dat iets overbodig is, dan zal dat op een gegeven moment er weer uit kunnen gaan. Of als blijkt dat er toch nog iets ontbreekt, dan zullen we dat kunnen toevoegen. Ja, dus wie werken er nu mee? Op dit moment is de chirurg natuurlijk. De chirurg. Kinderarts. Ja, we hebben eigenlijk voor de ziekte van Hirschsprung hebben een team waarbij de kinderchirurg, de psycholoog, de fysiotherapeut, de kinderfysiotherapeut, de diëtiste, de geneticus. En dan een verpleegkundige of case manager zoals Marijke en ik in het team zitten. Ja. Ja. En de kinderarts trouwens, die sluit aan bij het multidisciplinaire overleg. Dus die heeft geen losse afspraak met de kinderen, want kinderen hebben vaak een eigen kinderarts. Maar die kijkt wel vanuit zijn expertise mee in dat overleg of hij nog wat aan te vullen heeft. Of hem wat anders opvalt dan de specialisten die het kind op dat moment wel hebben gezien. Ja. Jullie zijn nu een jaar bezig. Hoe vind je dat het gaat nu? Ik vind dat het heel goed gaat. En we gaan nu binnenkort ook beginnen met de eerste evaluatiesessie. Dus we gaan het eigenlijk volgens een vast ritme evalueren, het hele Follow Me programma. Door zowel te kijken naar wat zijn nou de uitkomsten die we zien bij kinderen en wat kunnen we daarvan leren. Als door te kijken wat zijn ervaringen van mensen met het programma, wat voelt als overbodig of wat wordt juist gemist. Omdat we het eigenlijk iets willen laten zijn wat dynamisch is. Dus dat niet helemaal vaststaat, maar ook mag ontwikkelen en veranderen. Ja. Ja. Dus als mensen van de vereniging, maar ook mensen die gekomen zijn op de Follow Me Poly, ons willen laten weten hoe het is ervaren, dan zijn we daar heel blij mee. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Dus dat horen we graag. Wij willen graag meewerken aan alle ontwikkeling. Ja, ja. Wij vinden het natuurlijk ook heel goed dat er continu vernieuwing is. En dat het kind niet alleen als darmziekte wordt gezien, maar als compleet kind. Precies, ja. Nou, ja. Dat is precies wat we beogen. Ja. Het kind als geheel volgen. Ja. Ja. Nou, fijn. Zie je elke keer je eigen chirurg weer in dat Follow Me programma en je eigen psycholoog of zie je ook wel eens andere artsen? Nee, het kan ook goed zijn dat je een andere kinderchirurg tegenkomt, want het team wat de poli draait, dat staat eigenlijk vast en de patiënten worden daar niet helemaal specifiek bij uitgezocht. Dat is planmatig heel lastig, maar het positieve ervan is vooral, denk ik, dat er ook een cultuur ontstaat waarbij mensen met elkaar mee gaan denken. Dus als de een geopereerd heeft en de ander ziet het kind op de follow-up, naast de reguliere controleafspraken kun je wel goed met elkaar meedenken van hey, waarom heb je dit zo gedaan of heb je ook hieraan gedacht. En dat is wel iets wat leuk is om dat je dat ziet ontstaan. Ja, dus eigenlijk juist een enorme meerwaarde, lijkt mij. Ja. Omdat je dus... als je door arts A bent geopereerd en je komt na een jaar, als het niet zo lekker loopt, bij arts B terecht. Die kan dan toch weer meedenken. Ja, ja. Ook als een soort second opinion eigenlijk. En dat samen doen eigenlijk vooral. Hè? Dat je van elkaars kennis en kunde gebruik kan maken. Ja. Ik begreep dat je nog een ander onderzoek aan het doen bent, Danielle. Ja, vertel. Dat klopt, want naast dat ik dus als onderzoeker aan de Follow Me traject en project ben verbonden, doe ik ook onderzoek naar de ziekte van Hirschsprung in het algemeen. Dus ik ben nu aan het kijken naar de ervaringen met de patiënt van de afgelopen 20 jaar in Amsterdam.
om eigenlijk te kijken hoe kunnen we nou de verstoppingsklachten na de operatie beter behandelen. Mm-hmm. Wat zijn onze ervaringen bijvoorbeeld met de behandeling botox? Wat zijn onze ervaringen met behandeling van de darmontstekingen die kunnen ontstaan? En eigenlijk om te zien of we uit die ervaringen nog lessen kunnen trekken die we wetenschappelijk kunnen publiceren. Ja. Dus dat is mijn andere onderzoeksproject. Dus er zijn nog continu ontwikkelingen gaande, ja. Onderzoeken ja. Ja, zeker. En ontwikkelingen. Ja, ja zeker. Ja. Fijn. Ja. Ja, en ik doe ook nog een onderzoeksproject over de overgangszone. Dat is eigenlijk wat meer om de ziekte van Hirschsprung beter te begrijpen dan dat dat heel erg gekoppeld is aan de directe kliniek. Mm-hmm. Maar ook dat is natuurlijk heel belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe zit dat nou precies. En dat gaat vooral over hoe is de overgang tussen zieke darm en gezonde darm. En hoe ben je er zeker van dat je echt gezonde darm, technisch gezegd, ja, want het blijkt, inhecht. De lijn blijkt niet zo te lopen, maar nee, die niks blijkt in echt de natuur is recht. En hoe die eigenlijk precies loopt, daar zijn heel weinig onderzoek over gedaan. Dus okay. Dat weten we eigenlijk niet. Ja. Ja. Dus dat hopen we in ons centrum ook verder uit te zoeken. Nou ja, goed dat er gewoon nog continue onderzoeken gedaan worden. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja.